Nou, hoi allemaal, welkom bij een nieuwe livestream. Vandaag zijn we weer met Ruben. Zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, mijn naam is Ruben. Ik werk voor Horsfair als vertegenwoordiger. Nou, we hebben al een paar keer eerder een livestream gedaan, maar we gaan nou weer richting de winter. Want nou goed, eerst natuurlijk de herfst, maar in ieder geval weer richting het dekenseizoen. Dus ja, we zijn hier weer om al jullie vragen te beantwoorden. Natuurlijk over dekens, maar ook over onze andere producten zoals de Miklum, hoofdstellen, borstplaten, singles die we daarvan hebben. En de Ice Vibes of andere therapieproducten die we verkopen, zoals de Ionic producten. Dus ik zou zeggen, stuur al jullie vragen in en dan gaan we ermee aan de slag. Ja, we hebben al heel veel vragen ingestuurd gekregen, maar blijf dus zeker je vraag stellen. Want met jouw ingestuurde vraag kun je namelijk een deken winnen. De Amico Hero Ripstof Regendeken. Dus stel zeker je vraag. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, zeker. Op Facebook heeft Angelique al een vraag ingestuurd. Als mijn paard 24/7 buiten staat en in een jachtpatroon is geschoren, welke dekens kan ik dan het beste gebruiken? Als je het jachtpatroon hebt geschoren, heb je natuurlijk dus niet alles, maar vooral daar dat onderste gedeelte. Eigenlijk kun je dan redelijk gewoon voor de gewone diktes aanhouden voor de deken. En dat houdt eigenlijk in dat wanneer het boven de 15 graden is, je geen deken eigenlijk op hoeft te doen. Wanneer het tussen de 10 en de 15 graden is, doe je een light deken op. En light is eigenlijk bij ons, bij Horsfair, 0, 50 en 100. Dan kun je dan natuurlijk een klein beetje aanpassen op je paard. Eentje die bijvoorbeeld helemaal niet geschoren is, zou je kunnen zeggen, ik ga voor die 0 grams. Eentje die in het jachtpatroon geschoren is, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga voor die 50. He, net dat tussenstukje. Eentje die helemaal geschoren is, zou je kunnen zeggen, ik ga voor de 100 grams. Dus ik zou adviseren om bij jouw paard, denk ik, dan de 50 grams deken op te doen. Onder de 15 graden, of ja, tussen de 10 en de 15 graden. En hou altijd gewoon even goed in de gaten of je paard het niet te warm of te koud heeft onder de deken. Duidelijk. Even kijken. Op Instagram werd de vraag gesteld, kan ik beter een deken gebruiken die een ruime temperatuurrange heeft en dus niet gewisseld hoeft te worden of meerdere dekens? Ja, dat ligt eraan. Wij hebben geen deken die een hele wijde temperatuurrange kan gebruiken. Maar wat wij wel hebben is het liner systeem. Dus het liner systeem houdt eigenlijk in dat je één buitendeken koopt, een waterdichte deken. Dat is bij ons in het geval de Amigo Bravo, de Rhino's of de Rambo dekens. Die hebben alle drie bevestigingsloops, zoals wij dat noemen, waar dat je een liner in kan klikken. En dit geeft je dus eigenlijk de mogelijkheid om met één buitendeken en verschillende vullingen binnen dekens erin vast te bevestigen. Hierdoor moet je natuurlijk wel iets of wat wisselen als de temperatuur wat verandert. Alleen hierdoor hoef je niet telkens een nieuwe deken te kopen of een hele andere deken op te gooien. Maar je werkt dus eigenlijk met verschillende diktes in onderdekens. En dat zijn dus de Horsfair liners die je daarvoor kan gebruiken. Caitlin vraagt op Facebook, moet ik de deken overdag omwisselen of af met het huidige weer? Ja, het huidige weer is altijd een heel lastig stukje natuurlijk. Van, hè, is het nou net te warm voor de deken of is het te koud zonder deken? Ja, als je het helemaal goed zou willen doen, zou je dus kunnen zeggen inderdaad van hé, ik doe 's nachts die deken op en ik doe hem overdag dan weer af. Omdat het natuurlijk toch wel weer boven die 15 graden uitkomt. En vooral met het zonnetje erop kan het dan toch wel warm zijn. Maar we hebben ook tussendekens, om het zo maar even te noemen, of overgangsdekens zoals ik het ook wel eens noem. Dat is bijvoorbeeld de Rambo Summer Series. En de Rambo Summer Series is een deken die de bovenkant van de rug softshell heeft. En softshell is waterdicht, maar super ademend. En hij is langs de flanken van het paard van een mesh materiaal. Een mesh is eigenlijk het doorschijnende stuk gedeelte wat je dan eigenlijk ook bij de vliegendekens vaak ziet. Ja. Dus dat hebben we op de zijkant, dus dat is natuurlijk super ademend. Want dat kun je ook in de zomer gebruiken. En op de rug heb je dus toch een waterdichte stof zitten. En wat we dan ook nog hebben bij de Rambo Summer Series is dat deze met een liner meegeleverd wordt. Dus waar we het net al even over hadden, een liner is eigenlijk een onderdeken die je vast kan maken in de buitenwaterdichte deken. En die is 100 gram, dus zo kun je dan eigenlijk toch nog best wel variëren. Ja. En hoef je misschien niet te gaan wisselen omdat je het paard niet aan huis hebt staan of geen tijd hebt om natuurlijk voor school of voor je werk snel naar je paard te gaan, ja, om te wisselen. Dus daar zijn ook weer dekens voor. Dus de Rambo Summer Series is daar de ideale deken voor. Jullie vraagt op Instagram, moet ik mijn oudere paard een deken omdoen om hem extra te beschermen? Nou, op zich is het zo dat een ouder paard natuurlijk ook nog steeds gewoon heel goed zijn wintervacht aanmaakt. Eerder niet zo heel makkelijk meer verliest. Ja. Maar oké, okay, ligt eraan natuurlijk over hoe oud paard we het hebben. Maar als je het echt over een oud paard hebt, kijk vaak daar maar naar. Daar gaan de spieren een beetje weg, daar gaat het vet een beetje van af.
Dus in zoverre zou het natuurlijk verstandig kunnen zijn om daar met een dekentje dan net iets te ondersteunen. Maar over het algemeen, als hij wel nog goed in conditie is, ja, zou het niet per se hoeven, in mijn optiek. Maar stel met zijn oude paard, heen gaan ondersteunen, hebben die dan ook iets meer gram nodig dan bij een normaal jonger fit paard? Ja, ligt eraan. Ik denk dat je het oudere paard, ga ik even vanuit, ook niet meer scheert. Dat hij gewoon dik in zijn vacht zit. Dus ik denk als jij gewoon echt alleen gewoon wil beschermen, omdat hij dus wat ouder is en je hebt normaal niet een deken op. En nu denk je van, hé, ik vind het een beetje zielig misschien omdat hij wat ouder is. Dan zou ik gewoon voor een regendeken erop gaan. Ja. Even kijken. Jens vraagt op Facebook, ik heb mijn paard nu al geschoren. Moet ik er een deken op doen? Ja, als je hem geschoren hebt, zou ik inderdaad nu beginnen met een deken. En dan zou ik in dit geval beginnen gewoon met een 0 gram steken. Dus kijk, een paard kan natuurlijk door zijn vacht altijd wel heel goed een beetje de warmte reguleren. Hè? Dus de vacht omhoog zetten of de vacht juist plat leggen. Maar goed, als je hem scheert, dan heeft hij deze mogelijkheid natuurlijk niet meer. We hebben natuurlijk toch ook best wel een beetje wat regenachtige dagen ertussendoor. Dus ik zou nu een 0 grams regendeken op het paard leggen als hij geschoren is. Want ook die 0 grams dekens worden ook nog wel eens vaak van als je paard niet geschoren hebt en je legt hem dan op. Dat ze dus niet meer met de vacht zeg maar, omhoog maken. Ja, dan doe je het eigenlijk al een beetje voor hem, dus dan hoef je dat niet meer te doen. Maar goed, als je er een beetje op tijd bij bent, helpt het vaak wel weer mee dat het paard niet heel snel in zijn vacht schiet. Dus, maar goed, ik zou zeggen, als je nu een ongeschoren paard hebt, hoeft het eigenlijk nog net niet. Nee. Of je gaat dus voor zo'n Rambo Summer Series, een overgangsdeken. En als je wel een geschoren paard hebt, ja, dan zou ik het wel doen, maar dan moet je gewoon echt iets beter en iets strenger daarop kijken. Ja. Dus als het gaat regenen of toch wel het zonnetje wegtrekt, dan zou die echt wel op moeten. Ja. Oké. Laura vraagt op Instagram, zou je adviseren om een veulendeken op te doen en zo ja welke? Ja, dat ligt eraan. Ik zou het vooral adviseren als een veulen heel vroeg geboren wordt. Dus vandaar worden ook als veulentjes al geboren in januari, februari. Hè, zodat ze natuurlijk zo lang mogelijk, dat kunnen we hebben ook niet verzonnen, maar het is wel zo. Dus kijk, zo'n veulentje wat in februari geboren wordt, en ik weet niet, afgelopen februari hadden we volgens mij zo'n pak sneeuw liggen, dan zou ik hem zeker een dekentje opdoen. Ja. En wij hebben van Amigo veulendekentjes. En de veulendekentjes die kun je eigenlijk een beetje verstellen, dus dat houdt in. Kijk, een veulen groeit natuurlijk wat harder, dus je hoeft dan niet zeg maar, telkens een nieuwe deken te kopen. Hij is eigenlijk ongeveer 3 maten verstelbaar. En dat gaat dan vooral over op de borst en onder de buik. Ja. Dus ja, dan zou ik hem zeker als het een heel vroeg veulentje is en het is heel koud. Zo'n veulentje heeft nog niet al die. Die kan nog niet zo makkelijk die warmte reguleren als een groot, als een volwassen paard. Dus nee, als hij vroeg geboren is en het is nog koud, dan zou ik zeker adviseren om een veulendekentje op te doen. En, maar goed, als hij natuurlijk gewoon in mei wordt geboren, dan is dat nergens voor nodig. Nee. Dat is vraag is de semi-serie deken ook geschikt als het wat warmer is, maar wel kans op regen is? Ja, dat heeft ze precies goed eigenlijk. Dus dat is precies een deken die daarvoor bedoeld is. Dus je kan toch zo voor zorgen dat het paard beschermd wordt tegen de regen. Dus niet dat heel die rugspieren de hele tijd nat worden en misschien door een wind een koudje vatten. En hij ademt toch goed genoeg dat als het toch wat warmer is, dat hij niet gelijk bezweten onderraakt. Dus precies voor die dagen, ja. Laura vraagt, welke deken adviseer je voor transport? Op transport ligt er een klein beetje aan, dan ga ik een klein beetje uit van niet, nou goed, we kunnen de verschillende doornemen. Dus je hebt natuurlijk de zomerdagen, nou, dan hoef je op zich niet per se een deken op transport op te doen. Dan hebben we natuurlijk een klein beetje weer die overgangstijd, waarin dat een paard misschien onder een zweetdeken, hè, dus een vliesdeken of een wollendeken, echt te veel gaat zweten. Alleen, het is misschien toch net even koud voor zonnedeken erop te zetten. Dan hebben we bijvoorbeeld onze Air Max cooler. En de Air Max cooler is een 3D mesh wat geprint is, zeg maar eigenlijk. En dat houdt in dat je, als je vanaf paardkant zeg maar, naar buiten gaat, kun je er doorheen kijken. En dan kan het ook echt zeg maar, de warmte en de transpiratie van het paard eigenlijk naar buiten toelaten. Alleen van de bovenkant, eigenlijk dus vanaf de buitenkant naar het paard toe, is hij winddicht. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Natuurlijk als je op transport gaat en hij is toch wat warmer omdat hij in de trailer of in de wagen staat. En hij begint te transpireren, dan is dus wel de mogelijkheid om dat vocht zeg maar eigenlijk naar buiten toe te leiden. Alleen het is niet mogelijk om, nou ja goed, in een wagentje heb je misschien toch altijd wat wind of iets dergelijks. Het is niet mogelijk om die wind eigenlijk tegen het paard aan te krijgen. Dus daarvoor zou ik de Rambo Air Max cooler nemen. En ja, gewoon voor de winterdagen zou ik gewoon adviseren om een wollendeken of een zweetdeken zeg maar daarvoor te gebruiken.
Suzanne vraagt op Instagram, kan ik beter wel of geen deken opdoen als de temperatuur rond de 19 graden is, maar het wel hard waait? Nee, op zich als het rond de 19 graden is, hoef je niet per se een deken bij je paard op te doen. Dat is echt nog aan de warme kant. En een paard kan best wel wat hebben. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat hij helemaal niks kan hebben. Nee, bij 19 graden hoef je eigenlijk nog geen deken op te doen. En dan ga ik gewoon uit van een paard wat niet geschoren is. Ja. En nee, het hoeft niet. Emma vraagt, waar moet ik op letten om te bepalen of ik de juiste maat heb? Waar moet je op letten? Nou, natuurlijk altijd dat het goed bij de borst past, dat het niet op de schoft trekt. En dan is het ook altijd heel belangrijk om naar de lengte van de deken te kijken. En ik zie wel eens dat het daar snel fout gaat. Want soms denken mensen van nou, een paard in zijn deken moet helemaal in zijn deken zitten. Hè? Dus echt vanaf voor helemaal tot en met zijn billen en zijn staart, bij wijze van spreken. Alleen eigenlijk is het bij de deken altijd zo dat je het zitbeenkrom van het paard, eigenlijk het achterste gedeelte, mag je net buiten de deken uit zien steken. En dan heb je dus de staartflap die er overheen hangt. Die zorgt ervoor dat die warmte zeg maar eigenlijk gebundeld blijft, hè, bij het paard. Wat gebeurt nou eigenlijk als een deken dus te lang is, dus dat hij helemaal daarin zit, dan krijg je dat de deken wat de kans krijgt om naar achter te trekken. Nou, dan krijg je dus juist een drukplek op de borst, en hij trekt strak op de schoft. Dus dat is eigenlijk helemaal niet prettig voor het paard. En wat is nou een goede tip als je denkt van welke maat moet mijn paard hebben? Dat is, dan kun je het paard opmeten. En dat is eigenlijk vrij simpel, dan begin je dus op de borst van het paard. Dan pak je een centimeter, die doe je langs de zijkant van het paard. Naar achter het midden van de staart van het paard. Dan heb je een aantal centimeters en daar trek je 10 centimeter vanaf. En dan kom je dus op een aantal centimeters en dat is je dekenmaat. Duidelijk? Ja. Hanna vraagt op Instagram, ik wil mijn paard juist niet scheren. Wat raad je dan aan voor dekens? Als je hem niet scheert, ja, dan ga je weer een klein beetje terug naar het verhaaltje wat ik net zei. Dan begin je eigenlijk, vanaf de als het onder de 15 graden gaat, begin je met je light deken. Dus dan begin je met die 0 grams. Ja. En dan kun je dus zeggen van, oké, we gaan onder de 10 graden, dan ga je naar je medium deken. Dus medium is je 200, 250 gram deken. En nou goed, zodra je onder de 0 gaat, dan ga je naar de heavy dekens. Dus dan heb je het echt over 300 of meer gram. Ja. En ik denk, als je dat schema een klein beetje aanhoudt, dan hou je hem zo goed mogelijk in de vacht. Maar het is natuurlijk ook afhankelijk van, blijft het licht lang aan op stal? Ja. Wat vervoer geef je? Hoe lang staat hij buiten? Etcetera. Daar kan een deken natuurlijk wel bij helpen, alleen ik kan er niet helemaal tegen gaan dat een paard daardoor in zijn vacht schiet. Gabrielle vraagt op Facebook, kun je meer vertellen over de Eco-deken? Ja, dus we hebben een Eco-line en dat is eigenlijk de Amigo Am Eco. En dat is een deken die in de Bravo-range valt. En de Bravo-range is eigenlijk dus een deken binnen de Amigo-collectie die alle opties heeft. Dus met alle opties wil zeggen, hij wordt geleverd met een hals. De hals is afneembaar. Hij wordt geleverd met 3 buiksingels. Dus 3 buiksingels zorgt ervoor dat de deken zo mooi mogelijk om het paard heen bouwt. Dan heeft hij 2 leg arches, oftewel beenuitsparingen. Dat is iets wat horseware pasvorm uniek maakt. En een beenuitsparing zie je eigenlijk dus bij ons aan de voorkant van de deken. Hè, bij het voorbeen van het paard zitten en bij de achterkant. En daardoor heb je dus echt weer die mooie pasvorm, waardoor dat de deken altijd recht blijft liggen. Dat hij ook geen schuurplekken geeft. Maar goed, wat maakt hem nou eco? Dat zou je dan waarschijnlijk afvragen. En maakt het eco dat de gehele stof en de sluiting op de voorkant, daar heeft de diskfront, gemaakt is van gerecycled plastic flessen. Dus dat houdt in, en het zijn ook geen gerecyclede plastic flessen die iemand netjes in de supermarkt inlevert. Maar het is echt van plastic afval, wat dus echt vanuit de natuur opgehaald wordt. Nou goed, dat wordt eigenlijk omgesmolten, dat plastic. En er worden dan dus zeg maar draden van gemaakt. En van die draden kunnen ze dus uiteindelijk weer de deken produceren. En daardoor is hij eigenlijk heel van gerecycled materiaal gemaakt. En ja, wat ik dus net erbij zei. Voor de rest heeft hij dus allezelfde opties als een gewone Bravo. Dus je kan er een liner in doen. En hij heeft al die opties die ik net vertelde van de hals en de singles. Dus dat is eigenlijk onze Eco Range. En die deken hebben we dus ook in de verschillende diktes, dus dat wil je zeggen 0 gram, 100 gram en 250 gram. Oké. Okay. Ja. Janine vraagt op Instagram, wat is het verschil tussen een gewone liner en een fleece liner? En wanneer kan ik welke liner het beste gebruiken? De gewone liner is van polyester gemaakt, dus dat is echt een hele gladde stof. En een hele gladde stof zorgt er altijd voor dat de deken eigenlijk dus met de vacht mee kan schuiven, maar ook weer tegen de vacht terug in. Dus als ik
persoonlijke voorkeur mag uitspreken, zou dat eigenlijk bijna altijd je voorkeur hebben. Omdat je dan dus eigenlijk ook geen schuurplek op het paard kan krijgen. En dan hebben we nog de fleece liner. En de fleece liner is natuurlijk dus gemaakt van vlies. En wat doet deze nou? Die absorbeert natuurlijk iets makkelijker vocht van een paard of iets dergelijks. Dus als je zegt van, nou goed, ik heb geen tijd om hem helemaal te laten wachten tot hij helemaal is opgedroogd om hem uiteindelijk zijn dekens op te leggen, dan zou je kunnen zeggen, ik ga voor zo'n fleece liner. Maar goed, wat ik al zeg, vlies geeft dus wel de mogelijkheid om dat vocht wat meer te absorberen. Alleen glijdt alleen met de haren mee en moeilijker terug. Het glijdt natuurlijk wel terug, maar moeilijker. Ja. En de polyester, dus de standaard liner, die zorgt ervoor dat het paard mooi glad in zijn vacht blijft en geen schuurplek krijgt. Oké. Kim vraagt op Facebook, wat zijn de voordelen van een discsluiting? Dat is een leuke vraag. Dus de discsluiting is onze nieuwste sluiting. We hebben hem nu ondertussen al wel eventjes. Maar goed, wat zijn dus de voordelen? Nou, ten eerste is het onze meest lichte sluiting die we hebben. Natuurlijk, hoe lichter de sluiting is aan de voorkant, hoe minder gewicht er zit. Dus hoe minder schuurplek het kan geven en hoe prettiger het voor het paard zit en extra bewegingsvrijheid geeft. En daarnaast is het ook de meest veilige sluiting. En dat komt omdat het gewoon een nylon plaatje is. Het is helemaal plat. Het werkt dus eigenlijk met klittenbandsluitingen. En daardoor heb je geen haakjes van de Classic bijvoorbeeld sluiting. En we hebben ook geen haakjes zoals we hem hebben op onze V-front. En daardoor kan het eigenlijk ook nooit ergens achter blijven haken. Waardoor dat het dus echt de meeste veilige sluiting is. En goed, mocht je een paard hebben die veel met zijn borst tegen de stal aan zitten drukken, et cetera, dan heb je natuurlijk daar ook helemaal geen irritatie, omdat het gewoon helemaal plat stuk is. En dat heb je natuurlijk met een haakje of iets dergelijks wel. Dus dat zijn eigenlijk de voordelen van een discsluiting. Douwse vraagt op Instagram, welke deken kan ik het beste opleggen na een zware training? Dat is ook een goede vraag. Dus voor de zware training hebben we bijvoorbeeld onze therapieproducten. En dan hebben we bijvoorbeeld een Rambo Ionic. En de Rambo Ionic deken die werkt met, nou goed, ga ik het uitleggen. Dat werkt met ionen en dan heb je altijd negatieve ionen en je positieve ionen. Door de bloedcirculatie van het paard en de warmte die die eigenlijk uitstraalt, dat straalt positieve ionen uit. En negatieve ionen kun je bijvoorbeeld uit kristallen of mineralen halen. Nou, wij hebben dus op onze deken gekozen voor een kristal, dat heet tourmaline. En dat straalt dus zeg maar die negatieve ionen energie uit. En wat we dus hebben gedaan is dat kristal is eigenlijk tot gruis gemaakt en dat is in bolletjes aan de binnenkant van de deken geprint. En deze deken kun je dus eigenlijk opgooien na het rijden, maar goed, kan op zich ook op een rustdag. En wat gebeurt er nou? Dus als dat paard zeg maar die positieve ionen uitstraalt en de deken straalt dus eigenlijk de negatieve ionen uit, dan krijg je dat die bloedcirculatie erg extra gestimuleerd wordt. En als die bloedcirculatie extra gestimuleerd wordt, krijg je weer dat de afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden en natuurlijk dat het herstel gewoon sneller gaat. Dus dat is een hele goede deken om te gebruiken en dat is dus de Rambo Ionic deken. En we hebben ook andere Ionic producten zoals bijvoorbeeld de Ionic Boots. Dus dat zijn eigenlijk stalbandages die je kan gebruiken, ook voor na een zware training. Of als je een paard wat sneller last heeft van stalbenen. Dus ja, dat zijn de Ionic producten. Maar deze kun je ook voor de training opleggen? Kan je inderdaad voor de training opleggen. Je kan hem na de training opleggen. Je kan hem bijvoorbeeld op een rustdag opleggen. Het is altijd goed om zoiets een klein beetje te variëren. Dus als je het zeg maar continu oplegt, krijg je dat er wel werking is, alleen de werking is wat lager. En als je zegt van ik leg hem voor de training op, dan zul je zien dat hij dus tijdens de training al veel makkelijker los is. En als je hem inderdaad na je training oplegt, krijg je dat hij wat makkelijker weer herstel heeft. Dus inderdaad, ik zeg altijd maar zo, voor je sportpaard, hè, of je paard waar je mee traint of mee gaat lessen, is het inderdaad heel goed om te zeggen van hey, ik leg hem voor het rijden op of na wedstrijd in de trainer en op de terugweg. Ja. En voor je oudere paard, waar we bijvoorbeeld ook een keer een vraag over hadden, daarvoor kun je zeggen, hey, die wil ik gewoon een klein beetje ondersteunen, maar het liefst iedere dag. Nou, daar kun je dus zeggen van, ik ga voor de staldeken en dan leg je hem gewoon continu op. Emma vraagt op Instagram, hoe kan ik de lijn het beste bevestigen en zorg dat niet voor irritatie? Je kan het maar op één manier bevestigen en dat spreekt echt voor zich. Dus je hebt de buitendeken en daar hebben wij, noemen we dat, liner loops in zitten. En die liner loops zijn eigenlijk gewoon metalen ringetjes die we dus aan de voorkant, eigenlijk bij de schouder van het paard, links en rechts natuurlijk, hebben bevestigd. En aan de achterkant bevestig je met een clip, eigenlijk daar ook waar het beelkoordje zit. En dan blijft je eigenlijk super liggen. De onderkant, de sluiting van de deken is een hele platte sluiting, dus niet zoals je onze buitendekens kent. En daardoor geeft het helemaal geen irritatie. Dus eigenlijk kan die maar op één manier bevestigd worden. En hebben we er overal aan gedacht, dus door de platte sluitingen
en de platte ringetjes die gewoon met een klittenbandje eigenlijk dan bevestigd worden, dat het niet voor irritatie zorgt. Blijf vooral zeker die vraag stellen, want tussen alle gestelde vragen gaan we nog steeds een Amico Hero Ripstop een reekteken weggeven. Dan gaan we nu verder met voeten. Ja, helemaal goed. Claudia vraagt op Facebook, welke dekens zijn het meest geschikt voor het bredere paarden? Voor de bredere paarden hebben we verschillende dekens die daarvoor geschikt zijn. Ik zal eerst een klein stukje vertellen, dus we hebben dus eigenlijk bij Horsley en Rambo, Rino en Amigo dekens. En de Rambo deken is eigenlijk de meest sterke buitenstof met de meeste opties op een deken. En dan heb je dus Rino, nou goed, dat is een iets andere buitenstof. Dus die is net iets minder sterk dan die Rambo, maar nog steeds, nou, haast onverwoestbaar. En dan hebben we de Amigo dekens en die is bijvoorbeeld van polyester gemaakt. Daar hebben we dan weer verschillende deniers in, dus dat heeft ook weer te maken met de sterkte van de stof. Maar voor de bredere paarden hebben we dus in die Rambo range en in die Amigo range allebei een deken. Bij de Rambo range heet hij de Rambo Optimo. En de Rambo Optimo is een deken die dieper in de hals is. Dus dat houdt in dat er meer omvang is daar, hè, voor het paard met de bredere borst of de brede hals. En die heeft een loopsplit technologie, zoals wij dat noemen. Nou, die loopsplit heb je vast wel eens of bij onze dekens of bij andere dekens gezien. En die zorgt er dus eigenlijk voor dat er natuurlijk een stuk extra stof daartussen wordt gezet. Waardoor dat hij net wat breder uitvalt. Dus voor je bredere paard ideaal is. En dan als laatste is hij ook vanaf de bovenkant van de rug naar de onderkant ook wat langer natuurlijk. Hè? Dus het paard wat daar wat breder is, die moet natuurlijk wat meer stof hebben, anders komt zijn buik er net onderuit. Dat is het Rambo Optimo deken. En in de Amigo range is het heel simpel, dat is de Amigo XL. Dus dat is ook voor de bredere paard. Die heeft niet de loopsplit technologie, maar wel de andere opties die ik net ook zei. Dus een, hè? Hij is dieper in de hals, borst, lijn daar. En hij is langer vanaf de rug naar beneden. Cindy vraagt op Facebook, welke vertakkingen heeft Horsley allemaal en kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dus daar heb ik net al een klein beetje over verteld, maar ik kan er iets dieper op ingaan. Dus ik zei al van de meest sterke en meeste optie, maar kan ik wel een beetje vertellen wat dan het zoveel sterker maakt en de opties zijn. Dus dan begin ik bij Rambo. Dus Rambo is waar het ooit allemaal mee begonnen is, inmiddels 36 jaar geleden. En Rambo is gemaakt van een ballistic nylon. En ballistic nylon is de meest sterke stof eigenlijk die voor de dekens gebruikt wordt. Kogelvrije vesten worden bijvoorbeeld ook van gemaakt. Dus dan heb je al wel een beetje een idee hoe sterk zo'n stof moet zijn. Dus die ballistic nylon, die zorgt er echt voor dat het super sterk is. Dan hebben we dus verschillende opties. Dus we hebben de V-front die we erop hebben zitten. We hebben de 3 buiksingels. Bij de Rambo dekens hebben we ook safety buiksingels. En safety buiksingels, nou, het woord zegt al een klein beetje. Alleen, wat gebeurt er dus, zeg maar, normaal gesproken zitten buiksingels altijd gestikt op de deken. En bij ons zit natuurlijk het eerste gedeelte ook gestikt, maar dan hebben we er eigenlijk een safety loop tussen zitten. En die is zo gemaakt dat als een paard met zijn been in de buiksingel terechtkomt, dat die breekt. Dus onder een bepaald aantal kilogram druk, dan breekt dat loopje. En daardoor trekt hij niet gelijk dus of zijn been kapot, omdat die deken zo sterk is, of heel de deken kapot. Maar eigenlijk gewoon die loop, die gaat kapot. De deken is nog altijd geleverd. Met een extra setje moet je alleen ergens de single gaan zoeken en dan kun je hem zo weer eraan bevestigen. Dus dat is super handig en super veilig. Ja. Even kijken, we hebben ook 3 jaar garantie op onze Rambo dekens. Op waterdichtheid en ademendheid. Dus natuurlijk, de deken zit iets hoger in prijs, maar je krijgt ook een vele malen sterkere deken. En heel veel verschillende opties erop. Dan hebben we de Rino dekens. Die zit eigenlijk dus tussen die Amigo en de Rambo in. Die is van een polypliorine gemaakt. En polypliorine is dus ook een supersterk materiaal, nog steeds 1000 denier, hetzelfde als de Rambo. Alleen omdat het dus geen ballistic nylon is, zie je dat de sterkte ietsjes achteruit gaat. Op de Rio dekens geldt nog steeds ook de 3 jaar garantie op waterdichtheid en ademendheid. Hij heeft nog steeds de 3 buiksingels en de V-front. Hij heeft alleen dus niet meer de safety loops. En alle Rambo en Rino dekens, sorry, heb ik net niet gezegd, hebben altijd de liner loops die je dus zeg maar in kan bevestigen om die onderdeken erin te klikken. Dan gaan we door naar de Amigo. En bij Amigo hebben we daar ook weer 2 verschillende, of 3 verschillende soorten in eigenlijk. Dus we beginnen met de Bravo. Dus de Bravo heeft nog steeds alle opties. Dus dat houdt in 3 buiksingels, er kan een liner in, er kan een hals aan. Je kan voor de V-front gaan, je kan voor de Disc-front gaan, of je kan voor de Classic-front gaan. Alleen hij is van een polyester gemaakt. En polyester is dus weer net iets minder sterk dan die polypriorine of die ballistic nylon. Nou, en daarvoor hebben we weer gekozen voor 3 verschillende deniers. En dat houdt weer in de sterkte van de stof. Dus je kan gaan voor de Bravo, die is 1200 denier. En dan hebben we dus als laatste de Hero dekens.
En de hero-tekens zijn 900 of 600 denier, dus steeds iets minder sterk in stof. Maar bij de hero valt in één keer ook, dus zeg maar, er kan geen liner meer onder bevestigd worden. Er kan geen hals aan bevestigd worden. Je hebt nog maar 2 buiksingles. Je hebt nog maar 1 beenuitsparing, daar waar dat je bij die andere 3 dekens dus die 2 beenuitsparingen hebt. Dus dat zijn eigenlijk de grootste verschillen tussen je dekens. Heel veel informatie. Dus, En dan hebben we nog andere producten. En daarnaast hebben we nog andere producten, dat is een hele goede inderdaad. Dus naast de dekens die we net allemaal heel hebben bespreken, hebben we ook Miklum. En Miklum zijn eigenlijk dus zeg maar onze leerproducten. Staan ook de hoofdstellen hier voorop? Hebben we hier op staan? Ja, dus hier staat hij eigenlijk. En dus onze Miklum producten die zijn eigenlijk ontwikkeld om een zo paardvriendelijk mogelijk hoofdstel te maken. En wat is er dan zo paardvriendelijk aan? Nou, je hebt een aantal punten op de schedel van een paard zitten. Waar dat bijvoorbeeld het standaard Engels hoofdstel wel op komt. Maar waar dat onze Miklum is eigenlijk net die punten omzeild. Dus dat is bijvoorbeeld daar waar dat je normaal een hoge neusriem hebt. Daar komen bijvoorbeeld de zenuwen die naar de mond lopen van het paard uit. En zoals je bij de Miklum hoofdstellen kunt zien, dan zie je dat die neusriem eigenlijk net wat lager is. Maar hij is ook weer niet zo laag als de lage neusriem, die we ook wel eens kennen. Hè? Dus in zoverre komt hij ook niet op dat zwevende stukje neusbot. En dan heb je bijvoorbeeld nog de kaak van het paard. Als je kijkt naar de bovenkaak van een paard, die is een heel stuk breder dan de onderkaak. Dus onze kiezen staan op elkaar, maar een paard zijn kiezen staan eigenlijk, dus de bovenkaak staat breed en de onderkaak staat smal. Nou, als je daar natuurlijk dus een neusriem op hebt die je daarop bevestigt, dan krijg je natuurlijk een beetje druk op de kiezen aan de binnenkant van de wang van het paard. Nou goed, wij hebben dus daar helemaal geen riempje zitten. We hebben eigenlijk 1 riem die loopt net achter de kiezen. En dan hebben we een riempje die op dezelfde plaats zit als een sperriem. En dat weten we allemaal, daar heeft een paard geen tanden, daar heeft hij zijn lagen zitten. Dus ja, zo zie je dat dat hoofdstel eigenlijk een aantal punten een beetje omzeilt. Dan hebben we nog in die hoofdstel natuurlijk ook weer 2 verschillen. Nou, eigenlijk wat meerdere, maar 2 grote verschillen. Dus we hebben een multibridle. En een multibridle houdt eigenlijk in. Hij heeft een ringetje op de neusriem, dus je kan ermee longeren. Hij heeft een speciaal kopstuk. En dat speciale kopstuk heeft een bevestigingsstukje. Om bijvoorbeeld ook bitloos te rijden. Er wordt met een speciale teugel gereden, waardoor dat je op 3 verschillende manieren bitloos kan rijden. Die ga ik nu niet uitleggen, want dan begrijp je er helemaal niks van. Maar dat kun je vast op de website van Agrari terugvinden. Dus dan hebben we die opties, dus je kan met een bit rijden, je kan longeren en je kan ermee bitloos rijden. Eén ding, je moet altijd goed opletten, je mag hem niet mee op wedstrijd, door dat ringetje eigenlijk wat er voorop zit. Tenzij het eventueel afplakt in dezelfde kleur als het hoofdstel is, dan mag het wel. En dan hebben we de Competition Bridle. En de Competition Bridle is dus eigenlijk hetzelfde hoofdstel, dezelfde pasvorm. Alleen hij heeft niet meer dat ringetje en hij heeft ook niet dat kopstuk waarmee je dus op die bitloze manier kan rijden. Maar je mag er uiteraard wel mee op wedstrijd, zoals de naam al zegt. Dus dat is dat. En dan hebben we nog onze therapieproducten. En onze therapieproducten zijn de Ice Vibes. Dus de Ice Vibes zijn... we hebben Ice Vibe Boots voor het onderbeen van het paard. Dus die werkt te pezen, die zorgt ervoor dat sneller herstel krijgt van eventueel harde of zware training. Of als je paard echt geblesseerd is, overleg altijd met je dierenarts. Alleen kan zoiets ook daarbij helpen bij het herstel en natuurlijk om blessures te voorkomen. Dus dat is heel prettig. En dan hebben we bijvoorbeeld ook nog een Sports Vibe deken. Dus het werkt een klein beetje hetzelfde als de Ice Vibe en dat is dus met trilpanelen. Alleen de Ice Vibe heeft ook een coolpack. En dat komt, die gebruik je dus altijd vanaf de knie naar beneden bij het paard. En vanaf de knie naar beneden heeft het paard geen spieren meer. Het zit alleen maar pezen. En pezen wil je juist koelen eigenlijk na het werken. Want die zijn natuurlijk helemaal door het werken wat warm geworden. Dus die wil je koelen. Maar spieren van het paard die wil je altijd warm houden. Dus de Sports Vibe deken die zit natuurlijk op het lichaam van het paard. Waar dan het paard allemaal spieren heeft. Dus die werken wel steeds met de trilpanelen. Alleen dan zonder het koelelement. Okay. En de Ionic producten heb ik net eigenlijk al uitgelegd. Dus die laten even wat is. Ik zag net een vraag voorbij komen over de Miklum hoofdstellen. Ja. Want de multibridle kun je dus pitloos mee rijden. Ja. Op 3 manieren. Op 3 manieren, ja, klopt. Maar dan is dus de vraag dat je met de competition wel bitloos kan cyclen, waar je dus niet dat extra. Ja, dus je kan inderdaad eigenlijk gewoon de simpelste versie, zeg maar. Hè? Ja. Dus op die ringetje bij de neus, daar kun je eigenlijk dus de teugels natuurlijk aan bevestigen, kun je ook bitloos rijden. Okay. Alleen dan zit je dus echt op 1 optie en bij de multi kun je 3 opties. Ja. Duidelijk.
Even kijken. Jinte vraagt op Instagram, zijn er dekens die je op een bezweet paard kunt leggen? Ja, een zweetdeken of een koele, maar dat is vast niet de vraag. Ze bedoelt waarschijnlijk een waterdichte deken, die ze dan dus niet hoeft te wisselen op de muur. Nee, die hebben wij eigenlijk niet. Maar goed, mocht je toch per se willen een deken gooien op een nokpaard, dan kun je dus kiezen voor een fleece liner, die dus wel wat beter het vocht absorbeert en ademend is. Of je kan kiezen voor de Air Max liner. Ik heb net al verteld over de Air Max cooler. Dat was die 3D mesh geprinte. Die er dus voor zorgt dat er wel eigenlijk warmte vanuit het paard naar buiten kan, maar niet terug erin. Ja. Die hebben we ook in een liner vorm. Dus die zou je dan eventueel ook kunnen kiezen. Dus dat zijn de twee dekens die ik niet zou adviseren, maar waar het bij zou kunnen. Ja. Alleen bij Horseware adviseren we eigenlijk bijvoorbeeld gewoon als het paard bezweet is of als je het paard hebt afgespoten, zet hem eerst onder die zweetdeken. Ja. En wisselen we hem daarna voor de waterdichte deken. Misschien wel een leuke, want we gaan natuurlijk wel weer die periode in, hè, dat het paard bezweet is. Ja. En je moet daarna, ik weet zelf ook hoe vervelend het is, dat je moet wachten tot hij droog is. We hebben wel de Rambo Dry Rug, heet die. En de Rambo Dry Rug, dat is een deken die het paard eigenlijk twee keer zo snel op laat drogen als een gewone vliesdeken. En hij is gemaakt van een microfiber towel. En dat is eigenlijk gewoon een beetje simpel gezegd, een beetje hetzelfde materiaal als waar je handdoek van is, of je badjas. En dat is een deken die hebben we bijvoorbeeld in maat S en L. Dus dat houdt in. Hij moet helemaal aangesloten zitten bij het paard. Dus hij is ook eigenlijk met verstelbare voorsluiting, verstelbare buiksingels. Waardoor dat je eigenlijk, net zoals dat je zelf uit de douche komt, iets helemaal om je lichaam heen doet. Bij het paard dus ook. Dus die deken doe je er helemaal omheen. En dan is hij twee keer zo snel droog als met de standaard deken. Dus ik zou misschien adviseren om voor zoiets te gaan. Ja, en dan daarna te wisselen voor je waterdichte deken. Dan heeft Jint ook nog een vraag, hoe lang mag je de ijspijpjes omhouden? Daar zit een programmaatje op. Dus eigenlijk, zolang het programmaatje duurt, laat je om. En als ze dan stoppen, dan haal je ze ook weer af. En we hebben drie programma's erop zitten. Dus nou goed, we hebben dus die... Ik ga even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Dan hebben ze thuis ook een beetje een idee. Dus je krijgt een set. En dan ga ik eventjes voor het onderbeen. Op zich werken ze allemaal hetzelfde, maar dan hebben we een beetje het beste idee. Dus je hebt twee bandages. Die komen in die set. Dan heb je twee coolpacks die komen in de set en dan heb je twee trilpaneeltjes die in de set komen. En natuurlijk een oplader om de paneeltjes op te laden. Ja. En wat gebeurt er nou? Dus je hebt dus dat trilpaneeltje, die heeft een LED-knopje erop zitten. En dat knopje dat hou je eigenlijk ingedrukt en zo gaat die aan. Nou, als je dus zeg maar het eerste lichtje ziet branden, dat is het, zou een groen lichtje zijn. Dus dat betekent programmaatje 1. En programmaatje 1 werkt 10 minuten en dan zijn de trillingjes dus op het minst hard. Als je dan nog een keer erop klikt, dan krijg je een geel lampje. En dat betekent programmaatje 2. Dan voel je ook gelijk dat die vibratie zeg maar, eigenlijk wat sterker wordt. En die duurt 20 minuten. En programmaatje 3 heeft de sterkste vibratie, maar duurt nog steeds 20 minuten. En dus eigenlijk zodra dat programmaatje is afgelopen, haal je het allemaal weer af. En hoe doe je het dan om bij het paard? Dus als je het voor na de training omdoet, waar dat vaak voor gebruikt wordt. Dan doe je dus eerst de coolpack om het been van het paard heen. En dan kun je dus in die bandage kun je trilpaneeltjes steken. Er zitten eigenlijk zakjes in aan de binnenkant. Dan doe je hem om het been van het paard. En dan kan je gewoon, als hij hem om heeft, kun je hem aanzetten. En dan maar net op welk programmaatje je wil gebruiken. Als het paard nog nooit Ice Vibes om heeft gehad, begin je altijd op programmaatje 1. Okay. En als hij dan daarna eenmaal aan gewend is, dan kun je zeggen, hey, na de training ga ik voor programmaatje 2. 3 is heel intens, dus 2 kom je vaak al een heel eind mee. Tenzij je paard echt geblesseerd is, maar nogmaals, overleg dat met je dierenarts. Ja. En dan kun je altijd bedenken, wat wil ik daar dan mee? Je kan de ice wipes eventueel dadelijk, als we de winterdagen ingaan, ook gaan gebruiken voor de training. Alleen dan gebruik je hem zonder het koelelement en altijd op programmaatje 1. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Als je een paard losstapt, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat natuurlijk dan sowieso de bloedcirculatie dus extra op gang komt. We hebben net al gezegd, vanaf de knie naar beneden hebben we alleen maar pezen, hebben we geen spieren meer. Dus dat is al heel koud. Ik denk dat iedereen met een eigen paard, waarschijnlijk die kijkt, of met een paard of die rijdt, in de winter echt als aan de voorbenen van een paard heeft, omdat je denkt, zo, die zijn steenkoud. Ja. Dus in de winter heeft een paard eigenlijk ook veel langer nodig om daar wat op te warmen. Nou goed, hebben we denk ik zelf ook, als je in de winter op je fiets stapt, dan ga je ook iets meer soepel vooruit dan in de zomerdagen. Dus je zou ervoor kunnen zeggen, van, nou, ik moet er lang instappen, maar ik kan ook zeggen, ja, ik heb vandaag een drukke dag op school of op het werk en ik wil het wel en ik haal het niet. Nou, je moet hem toch opzadelen. Dan kun je zeggen, van, nou weet je wat je doet tijdens het opzadelen?
gebruik je hem zonder het koelpack op standje 1, dus met de minst sterke inwerking, en maar 10 minuten. En wat je dan dus eigenlijk al doet, je trilt al heel de tijd eigenlijk het been, waardoor dat de pees wat soepeler wordt, waardoor dat die bloedcirculatie extra op gang komt. Dus dan kun je hem eventueel ook gebruiken voor de training, maar dat is dus nogmaals altijd zonder koelpack op standje 1 in de winterdagen als het been echt heel koud is. Duidelijk. Ja. Even kijken. Helene vraagt op Instagram, mijn paard staat voor dit jaar voor het eerst 24/7 buiten. En ik wil eigenlijk geen deken opdoen. Zou je dan toch aanraden om een deken op te doen? Denk ik omdat hij voor het eerst 24/7 staat. Nee, als ze hem verder niet scheert en hij gaat 24/7 naar buiten en ze willen hem geen deken opdoen, is er op zich geen probleem. Dan maakt hij door een dikkere wintervacht aan waarschijnlijk en dan regelt hij het zelf. Dus dat zou helemaal geen probleem hoeven zijn. Het enige wat natuurlijk is, als je er ook mee blijft rijden en je ding mee blijft doen, moet je natuurlijk wel bedenken, als hij helemaal geen deken op heeft, dan krijgt hij een super dikke vacht waarschijnlijk. En dan krijg je dus wel dadelijk, je kan niet zeggen van, ik ben klaar met rijden, hij is waarschijnlijk kletsnat, die stap je niet zomaar droog, ik gooi hem zonder deken naar buiten. Dat werkt niet. Dus goed, met een deken kun je natuurlijk wel iets meer klein beetje sturen in dat die vacht niet al te dik wordt, waardoor dat je misschien na het rijden een iets minder snel bezweet paard hebt en je hem daarna dus dan wel met deken weer terug naar buiten kan gooien. Maar goed, moet je toch wachten tot hij opdroogt. Ja. Alleen je kan niet een bezweet paard gelijk weer terug op de wei gooien, dan wordt hij ziek. Dus het is een beetje afhankelijk van wat ze ermee wil. Als ze ermee gaat rijden, kan het een advies zijn, maar het hoeft in principe niet. Ja. Laura, welke deken is het meest geschikt voor een korte maar brede tinker? Een korte brede tinker, ja, dan denk ik ook echt dat je het beste naar zo'n XL deken kan gaan kijken of naar de Optimo deken. Dus bij de Rambo naar de Rambo Optimo en bij de Amigo naar de Amigo XL. En dan is het echt een kwestie van meet je paard goed op zoals we net hebben verteld. Dus nogmaals, je begint voor op de borst, je gaat om het paard heen tot de achterkant midden van zijn staart. Daar trek je 10 centimeter van af, dan heb je de goede ruglengte van het paard. En als je anders voor die XL gaat, of voor die Optimo, dan heb je dus wat ik net vertelde, wel dat de deken dus lang genoeg is van de bovenkant van de rug naar beneden, en dat hij ook wat dieper is in de borst. Dus voor een van die twee deken zou ik gaan. Jolande vraagt, wanneer kun je het beste je deken weer laten wassen? Het beste om de deken te laten wassen is als het seizoen is afgelopen. Dus een deken kan er makkelijk tegen om gewoon heel de winter eigenlijk mee door te gaan. En vanaf het moment dat je hem afdoet, dan gooi je hem in de was. Of laat je hem wassen, dat is misschien iets verstandiger. Daarbij is het altijd heel belangrijk dat je de Horsfair wasvoorschriften volgt. En de Horsfair wasvoorschriften is dat je de deken dus of bij een professionele dekenwasserij laat wassen. Die weten precies wat ze ermee moeten doen. Dat je het Horsfair wasmiddel daarvoor gebruikt. Dat je hem niet warmer wast dan 30 graden. En dat je hem niet in de droger doet. En dan zoals de meeste mensen denk ik wel hebben, die hebben vast wel twee dekens. Hè. Dus wacht nou niet helemaal, stel je voor je hebt je light deken, ik zeg maar even wat. Hè, en die heb je nodig tot december, ik zeg eventjes wat, tot november. Ja. En die andere deken die ga je pas vanaf dan gebruiken en die haal je dan een keer in maart of april af. Ik zeg maar wat, laat dan niet die light deken heel de tijd vies in de kast liggen. Die was je gewoon als je niet meer nodig hebt. En hetzelfde geldt voor de heavy of de medium deken. Dus eigenlijk gewoon na het gebruik van de periode dat je nodig hebt, laat je hem wassen, zodat je gewoon weer netjes schoon kan opwerken. Want stel, mijn paard is nogal vies. Ja. Als ze nou echt in de modder hebben gelegen, kun je dan beter het tussendoor gewoon afborsten als het droog is of toch wassen. Ja, nee, dan kun je hem eigenlijk beter gewoon echt gewoon even gewoon met de harde borst laten opdrogen. Met de harde borst gewoon even gewoon helemaal weer schoonmaken. Dat is eigenlijk meer dan zat. De dekens zijn er echt voor gemaakt dat ze er goed tegen kunnen. Tuurlijk, als hij nou echt heel gek heeft gedaan en in de grootste modderplas heeft liggen rollen en het is ook aan de binnenkant ingegaan, dan zou ik hem heus wel een keertje wassen tussendoor. Maar je hoeft de dekens echt niet te vaak te wassen. Nee, zeker niet. Oké, even kijken. Zoe vraagt, wat voor deken kun je het beste gebruiken bij wisselvallig weer? Dus wisselvallig weer hou ik weer een klein beetje in mijn hoofd dat we het hebben over dan zon, dan regen, dan kou, dan warmte. En dan komen we eigenlijk weer terug op de deken waar we al een paar keer over hebben gehad, volgens mij. Dat is de Rambo Summer Series. Ja. Dus met de Rambo Summer Series, ik ga het nog een keertje uitleggen, want ik denk we zijn 40 minuutjes verder. Dus misschien kijken er ondertussen andere mensen. De Rambo Summer Series is een deken die van softshell bovenkant is.
Een softshell is onze meest ademende waterdichte stof die we gebruiken voor de dekens. Dus het zorgt ervoor dat, ook al is het in één keer hè, in de ochtend zonnig en misschien boven de 15 graden, maar in de middag slaat het in één keer om en je hebt een bui en het is in één koelt af naar 13 graden, heb je dus toch de mogelijkheid dat het paard daar mooi zijn rug droog houdt en uit de wind houdt, maar in de zonnige periode toch door de mesh aan de zijkanten het goed blijft ademen. En als je dan zegt van hey, we gaan daar nog iets kouder weer, dan wordt hij dus ook geleverd met een liner. En de liner die is 100 gram, dus daarmee maak ik het natuurlijk nog net iets warmer. Kijk, en op de rug van een paard is het belangrijkste dat dat warm blijft. Ja. Dus nou, ik ga het even een klein beetje proberen te visualiseren. Dus de deken heeft alleen een softshell bovenkant en de zijkanten zijn van mesh. Dus die liner die is niet zoals onze standaard liners die je kent. Want de standaard liner is natuurlijk net zo, ja. Of nou ja, goed, die is 5 centimeter korter aan de onderkant en aan de achterkant, zodat het natuurlijk goed binnen die waterdichte deken valt. Alleen de liner voor de Rambo Summer Series is ook echt alleen maar op de rug van het paard. Dus onder het waterdichte softshell gedeelte. Maar goed, die wordt geleverd met de Rambo Summer Series. Dus dat is één pakket. Dus dat kan niet missen. Duidelijk. Ja. Eline vraagt op Instagram, hebben jullie ook dekens voor honden en wanneer gebruik je die? Ja, die hebben we zeker. Dus dat is heel leuk. Dus we hebben matching dekens. Dus dat houdt in, als je voor je paard een mooie Bordeaux deken hebt, dan heb je die ook voor je hond. Dus dat is op zich altijd natuurlijk wel heel leuk. En wanneer gebruik je die? Ja, een beetje hetzelfde als bij je paard. Dus een hondendeken is natuurlijk ideaal voor de regenachtige dagen. Ik denk dat we allemaal wel de geur van natte honden kennen. Ja. Nou, word je niet heel blij van in je huis. Dus nou ja, goed, ik gebruik het zelf bijvoorbeeld voor mijn hond. Als ik hem ga uitlaten en het regent, doe ik hem gewoon een regendekentje op. En een hond, net zoals een paard, kan ook heel prima zijn warmte reguleren. Dan ga je niet scheren. Dus het is allemaal niet heel spannend qua welke dikte moet ik wanneer opdoen. Maar we hebben wel verschillende diktes. Meestal is gewoon een regendeken. Maar we hebben ook een iets dikker dekentje met vulling erin. En dan ga je weer. Ja, als jij een stalhond hebt, hè, die je mee naar je paard wil nemen. En hij moet met diezelfde vacht overdag lekker bij jou binnen met de verwarming aan zitten. Is het best wel lekker voor hem als hij een dekentje op heeft. Jazeker. En qua maat meet je dat ook een beetje hetzelfde op? Ja, niet precies hetzelfde als bij de paarden. Alleen we hebben een dog size chart, dus eigenlijk gewoon een maattabel voor de honden. En daar hebben we dus dan meet je eigenlijk zeg maar de omvang van zijn hals en dan meet je de lengte van zijn rug. Dus als hij nog niet op de agrarische site staat, dan gaan we er zeker en naar jullie toesturen zodat jullie hem erop kunnen zetten. Maar waarschijnlijk staat hij er al op en dan kun je daarmee precies opmeten welke maat je moet hebben. Duidelijk. Elke vraag, zit er een verschil in hoe warm een paard heeft onder een staldeken of ouderdeken van dezelfde dikte? Ja, een staldeken is wel iets ademender, omdat er natuurlijk niet die waterdichtheidscoating op zit. Nou is natuurlijk wel altijd die waterdichtheidscoating zo gemaakt dat hij de warmte wel nog van het paard natuurlijk doorlaat naar buiten. Alleen dat er gewoon geen regen vanuit de bovenkant door naar binnen kan komen. Dus een staldeken is iets ademender, alleen die staldeken die staat het paard eigenlijk altijd mee binnen op stal. Dus uiteindelijk is het wel om het even. Hè? Met die waterdichte deken staat hij natuurlijk buiten. Nou goed, misschien s'avonds trouwens ook wel op stal, maar goed, s'avonds koelt het vaak ook wel weer wat af. Ja. Dus ik denk dat je het een beetje gelijk kan houden. Maar over het algemeen is een staldek iets ademender, omdat hij dus niet een waterdichtheidscoating heeft. Dus daarom misschien net iets minder warm als een waterdichte dek. Marie vraagt op Instagram, kun je ice pipes ook gebruiken bij oudere paarden? Jazeker, op zich kun je de ice pipe, nou goed, bij ieder paard vanaf, laten we zeggen, dat hij misschien gereden wordt gebruiken. Dus zeker ook bij oudere paarden, ja, op zich zou dat geen verschil moeten maken. Dus wat het doet, ik heb net natuurlijk ook al een beetje uitgelegd, geeft de optie om het paard been te koelen. En de trilpaneeltjes geven juist weer hè, die extra vibratie om de bloedcirculatie extra op gang te brengen. En om de pezen te werken, dus ja, zeker bij een oud paard, die zijn vaak toch wat strammer, kun je het zeker gebruiken, ja. Op Instagram wordt ook gevraagd, mijn pony heeft een windvacht, maar kan ik hem dan beter wel of geen regendeken opdoen als het de hele dag gaat regenen? Ja, kijk, op zich kan een paard natuurlijk prima tegen de regen. Hè? Ja. Dus die vacht is ervoor gemaakt, die kan het prima handelen. Maar goed, het is natuurlijk als het regent en het waait, dan pakt hij dan natuurlijk wel een beetje een klets op. Maar ik weet niet, ik denk als je een paard gewoon nooit een deken opdoet, hè, en dan zou ik hem ook gewoon zonder deken laten staan. Ja, maar goed, ik zou dan persoonlijk zelf eerder voor kiezen om misschien dan altijd onder die 0 grams deken te zetten.
Maar als hij gewoon heel de winter zonder staat, dan zou ik hem ook gewoon zonder laten. Ja. Demi vraagt, hoeveel seizoenen gaat een deken over het algemeen mee? Nou, onze slogan van Rambo dekens is Rock for Life. Dus dat betekent eigenlijk deken voor het leven. Dus ik ken verschillende mensen met een Rambo deken als hetzelfde paard aan dezelfde maat, dat ze die deken al 25 jaar hebben. Dus ja, die zijn eigenlijk bijna niet kapot te krijgen. Maar goed, daar is de prijs ook weer een beetje naar. En onze andere deken gaan eigenlijk ook hartstikke lang mee. En voor de waterdichtheid of iets dergelijks, daar zou ik op zich niet aan mogen liggen. Zolang de deken natuurlijk niet beschadigd of iets dergelijks. Ja. Zolang die goed gewassen wordt. Dus ja, de dekens gaan hartstikke lang mee. Kan er niet per se een jaar aan hangen. Denk ik nu 2,5 jaar mijn paard. En die heeft dus daarvoor al wat ze die amigo dekens. Nog bij de vorige eigenaar. Ja. En nu zijn ze nog steeds heel. Nog steeds heel. Ja. En het paard staat er lekker droog onder. Ja, ze gaan nog steeds elke winter op. Dus nee, ja, je kan ze hartstikke lang gebruiken. Alleen ja, is het paard echt een sloper of is hij dat niet? Er zijn natuurlijk allerlei factoren die daarbij hangen, maar nee, ja, goed, het gaat hartstikke lang mee, zeker, ja. Even kijken. Angelique vraagt, slopers gesproken, wat is jullie sterkste deken? Oké, dat is leuk. Dus we hebben deze winter een vernieuwde deken, zo kan ik het denk ik beter noemen. Dus we hebben onze Rambo Supreme. Dus nou goed, de naam zegt natuurlijk al een beetje, dus dat is echt paradepaardje, de meest sterke deken. Dus die is van die ballistic nylon gemaakt, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Al onze Rambo dekens zijn van ballistic nylon gemaakt. We hadden vooralsnog altijd, de sterkste deken was de Rambo ballistic nylon en dat was dan 1000 denier. Ga ik even voor de mensen die aan het kijken zijn, denier proberen heel simpel uit te leggen. Denier is eigenlijk, je hebt een centimeter, nou hoeveel draden zitten er op die centimeter? Bij 1000 denier is dat 1000 draden. Natuurlijk hoe dichter die geweven is, hoe sterker de stof is. En vooralsnog was dat dus altijd het meest sterke. Alleen we hebben voor deze winter, dus eigenlijk wat er nu aan gaat komen, hebben we ook een ballistic nylon in 1680 denier. Dus dat betekent dat er 680 draden meer op zitten. Dus dat is echt verreweg onze meest sterke deken. En ja, ik geloof niet dat ik hem kapot krijg, maar ik durf gewoon niet mijn hand voor in te steken. Ik bedoel, ik heb genoeg paarden gezien die heel creatief daarmee zijn. Maar nee, dat is echt een super sterke deken. Ja. Sanne vraagt op Facebook, wanneer is het nodig om een halsdeel te gebruiken? Ja, een halsdeel kun je eigenlijk gebruiken in zoverre. Dat halsdeel, dus waar we net zeiden, vanaf de 15 graden begin je zeg maar met een light deken. En dan onder 10 graden begin je met die medium deken. En dan zou je dus bij die medium deken beginnen met een light hals. En dan zeg maar wanneer je naar die heavy deken gaat, heb je een medium hals. Okay, ja. Dus daar houdt in, zeg maar, we hebben 0 grams of 150 grams hals. En eigenlijk is dat ruim voldoende. Dus ja, zo kun je dat eigenlijk een klein beetje meenemen. En dan heb je natuurlijk ook, heb je hier geschoren paard, ja, dan zal ik hem een hals op doen. Heb je een paard die voornamelijk op stal staat, maar 2 uurtjes naar buiten gaat, doe misschien alleen maar de hals op als hij naar buiten gaat. Dus zo kun je dat een klein beetje sturen. Maar eigenlijk ga je dus eigenlijk met hals net 1 level naar minder warm dan wat je met je deken doet. Ike vraagt, hebben jullie ook dekens voor Shetlanders? Ja, we hebben ook onze Petite Collectie, heet dat. En de Petite Collectie is dus echt voor de allerkleinste. En daar hebben we een staldeken in en daar hebben we een waterdichte light deken in, hè, zoals we net al een paar keer over hadden. Dus light betekent zonder vulling erin. En we hebben een medium en daar heeft je 200 gram dus aan vulling erin zitten. En die deken wordt altijd geleverd met afneembare hals. Dus je hebt een heel pakketje samen. Dus ja, die hebben we zeker. Amigo Petit. Anouk vraagt, hoe zijn jullie bij het ontwerp van de discfrontsluiting uitgekomen? En wat is het verschil met de andere borstsluitingen? Dus we zijn daarbij uitgekomen omdat we voornamelijk een zo licht mogelijke sluiting wilden ontwikkelen. En een zo veilig mogelijke. Maar goed, het lichte is natuurlijk, zit het verschil in dat het geen RVS is, maar dat het dus zeg maar nylon is. Dat is natuurlijk al veel lichter materiaal. En het veilige gedeelte zit erin dat het gewoon een plat plaatje is. Dus dat plaatje kan nergens achter blijven hangen. En daar waar dat V-sluiting en de classic front, hebben we toch haakjes waar je het mee in elkaar zet. En dan hebben we nog een dingetje, maar daarvan onderscheidt het zich niet van de V-front, maar bijvoorbeeld wel van de classic front. En de classic front die heeft eigenlijk dus 2 strips, die lopen allebei recht.
En die hebben eigenlijk een haakje wat je in elkaar haakt. En dan hebben we de V-front en de disc-front, die hebben beide de onderste strip voor de bevestiging, die is recht. En de bovenste loopt eigenlijk schuin, waardoor dat het schouderpunt van het paard daar precies tussenin valt. En daardoor heb je dus veel meer schoudervrijheid, dus dat is voor een paard super prettig. En dan heb je dus ook een klein beetje daar wat meer ruimte voor de schouder van het paard. Dus heb je een heel smal paard, dan kun je misschien voor de classic front gaan. Maar als je denkt van, hé, ik moet wel diezelfde lengte hebben, maar hij is net iets te krap, dan kun je zeggen van, dan ga ik voor die V-front of voor de disc front, want dan valt hij daar net wat bij. Oké. Okay. Ja. Hesse vraagt, kun je de liners het beste in dezelfde maat opleggen of een maat kleiner? Nee, het moet altijd in dezelfde maat als de deken. En ik vertelde het net al, de liner is altijd 5 centimeter korter aan de achterkant. Aan de voorkant, of naar de voorkant niet, want daar moet hij natuurlijk bevestigd worden. Maar hij komt eigenlijk in dezelfde maat niet buiten de waterdichte deken heen. Dus hij is 5 centimeter korter, achter en beneden. Oké. Laura vraagt, wanneer raad je aan om een dikkere deken op te doen? Hij staat in een buitenbox, moet ik hem dan een staldeken opdoen? Nou, natuurlijk is het in een buitenbox wel zo dat daar meer wind aanwezig is, waardoor het natuurlijk wat makkelijker afkoelt. Paarden staan natuurlijk in de open lucht, dus het wordt niet zeg maar vastgehouden warmte. Bij een binnenstal er staan 20 paarden in, ja, die zijn natuurlijk ook allemaal warm. Komt er ook weer wat meer warmte, dus ja, je kan er inderdaad voor kiezen als het paard in een buitenstal staat, om net iets eerder te beginnen met je deken dan wanneer dat hij in een binnenstal staat. Ja. Jente vraagt, hoe weet ik welke dikte deken ik nodig heb? Ja, dus die vraag hebben we eigenlijk al een paar keer een beetje behandeld. Maar het is wel echt een goede vraag, want dat is gewoon de tijd die er nu aankomt. Dus dat is tussen de 10 en de 15 graden ga je voor. Dus de light deken, light is 0, 50 of 100. Dus dan kun je daar een beetje in sturen van, staat hij in die buitenbox? Is hij geschoren? Staat hij 24/7 buiten? Noem het maar op. Dus 0, 50, 100. Tussen de 0 en de 10 graden ga je voor je medium deken. Dus dat betekent 200, 250. En onder de 0 graden ga je voor je heavy deken. Dus dat is 300 en omhoog. Ja. Ja. Willemijn vraagt, hebben jullie ook winterdekens met een buikflap? En zo ja, waar dient deze dan voor? Nee, die hebben we niet. Dus ik kan ook niet zeggen waar die voor moet dienen. We hebben natuurlijk bij ons vliegendekens. En dat is eigenlijk natuurlijk om te beschermen tegen de vliegen. Dat spreekt voor zich. Maar op onze waterdichte dekens hebben we geen buikflap. Nee. Martine vraagt, vanaf welke leeftijd heeft een paard een deken nodig? Ja, dat is verschillend. Dus waar we net al een keertje in het begin van de live stream de vraag over hadden, moet een veulentje wel eens een deken op? Ja, als een veulentje heel vroeg geboren wordt en het is heel koud in de periode, is het heel slim om een dekentje op te doen. Dus wat dat betreft kun je dan zeg maar al heel jong op doen. Maar goed, meestal gaat een veulentje daarna de opfokking. Nou, dan staat hij in de hele groep. Die paarden moeten nog van alles leren. Die zijn nog niet zo voorzichtig en staan in een groep van x aantal paarden. Zou ik hem zeker geen deken op doen. Het kan alleen maar gevaarlijk zijn als ze bij elkaar erin gaan bijten of hangen of noem het maar op. En waarschijnlijk overleeft hij het ook niet heel lang. En nou goed, daarna natuurlijk als je paard gaat trainen, nou, dan kun je natuurlijk voor kiezen om te zeggen, ik wil een klein beetje meer die vacht ook reguleren. En dan kun je voor je dekens gaan kiezen. Dus ik zou dan zeggen, veulentje of vanaf 3 jaar, omdat je de zadel mak gaat maken. Ja. Anouk vraagt, zijn er ook andere momenten dan wanneer mijn paard zweet, dat ik een vliesdeken op moet leggen? Ja, dus als hij zweet of op transport bijvoorbeeld, dan is het ook slim om een vliesdeken op te doen. En voor de rest, nee, dan zou ik echt voor je waterdichte deken gaan of voor je staldeken gaan. Ja. En Emma vraagt, kan ik alle onderdekens vastmaken aan de ringen waar liners aan bevestigd kunnen worden? Even kijken of ik de vraag goed. Alle horsewear-dekens vast kunnen gemaakt worden aan de liner loops? Ja. Nee, echt alleen onze liners hebben de bevestigingsstukjes om dus aan die buitendekens, dus de Bravo's, de Rhino's en de Rambo's te bevestigen. En we hebben bijvoorbeeld ook gewoon de Horsewear Under Blanket, heet die. Maar die heeft geen liner loops, dus die kun je niet bevestigen eraan. Maar die heeft bijvoorbeeld wel weer de buitensingels. Dus die bevestig je op een andere manier. En die zou je bijvoorbeeld dus onder je Hero deken kunnen leggen, die geen liner loops heeft. Maar onze liners zijn de enige onderdekens die je kan bevestigen in onze dekens die liner loops zijn. Ja. Ja. Mies vraagt, wat is jullie best verkochte product? Dat zijn de Amigo dekens en dat is eigenlijk een klein beetje, die Amigo Bravo bijvoorbeeld, die heeft dus alle opties die bijvoorbeeld, of niet alle moet ik zeggen natuurlijk, maar bijna alle opties die zo'n Rambo deken heeft, dus
En dan vooral die optie die mensen heel belangrijk vinden is, kan er een liner onder, want daarmee kan ik alle kanten op. Kan er een hals aan, want daarmee kan ik ook weer alle kanten op. Heeft hij precies die fijne pasvorm met dus wel die drie buiksingels, wel die twee beenuitsparingen, ja dat heeft hij allemaal. Alleen hij zit natuurlijk gewoon in een leuke prijsklasse, dus daardoor is dat een hele fijne gangbare deken en de prijskwaliteit is daar super in en je hebt natuurlijk alle opties. Dus ja, dat is wel echt een super populair product. En daarnaast toch ook degene waar we het ook iets minder over hebben, maar dat zijn dus toch ook de Ice Pipes. Dat is ook echt een van de meest verkochte producten. En de Micklin hoofdstellen. Dus ja, die drie items. Marco en Micklin heb ik ook al twee. Ja, kijk, daar gaan we al. Hè? Ja. Ja. Dianne vraagt: hoe bedenken jullie nieuwe kleuren voor de nieuwe dekens? Ja, dat doet eigenlijk ons research en development team, zoals we dat noemen. En ja, die kijken gewoon naar trends. Trends die gevoelig zijn. En dat heeft dan natuurlijk te maken. En in de paardenwereld, maar ook gewoon daarbuiten, dus gewoon in de modewereld. En dat wordt dan toch weer doorgevoerd in het paard, zeg, of in de producten van het paard. Dus ja, zo komen ze daarbij. En Marloes vraagt hierover, hebben jullie nog plannen om nieuwe Rambo-hoofdstellen op de markt te brengen? Vooralsnog heb ik dat niet in de pipeline zitten, maar goed, wat niet is, kan misschien komen. Maar op het moment zijn het dus de Micklin-hoofdstellen zoals dat jullie ze van ons kennen. En zo worden ze de komende seizoenen ook doorgevoerd. Lotte vraagt, wat maakt jullie deken zo beter dan een doorsnee andere deken? Ja, dus dat is eigenlijk die unieke horsewear pasvorm zoals wij dat noemen. Dus we werken met de beenuitsparingen, bijvoorbeeld in plaats van een loopstrit. Nou goed, we hebben natuurlijk ook een uitzondering daar gelaten, maar we werken dus met die beenuitsparingen. En daarmee zeggen we eigenlijk dat de deken altijd recht blijft liggen. En daarvoor hebben wij bijvoorbeeld dus ook geen bilkoorden. Dus normaal ken je ze waarschijnlijk wel, hè? Dus die riemen die dus eigenlijk langs het paard zijn been moet halen, achterbeen, of moet kruisen en dan weer terug moet klikken. Die hebben wij niet. Wij werken eigenlijk gewoon alleen met een koordje aan de achterkant. En toch zul je eigenlijk altijd zien dat als je de goede maat deken hebt, dat die nooit scheef gaat liggen. Dus dat maakt het natuurlijk wel echt super fijn. Daardoor krijg je ook geen schuurplekken bij het paard. En kan het paard daar optimaal en vrij in bewegen. Dus ik denk dat dat onze grootste onderscheid is. En dan hebben we natuurlijk de opties dus met dat liner systeem. Maar goed, daar hebben we waarschijnlijk andere merken ook wel een optie in. Maar dat je wel met dus één deken alle kanten op kan. Dus je koopt bijvoorbeeld je light deken, maar je kan hem tot een medium of tot een heavy maken met een juiste liner erbij. Dus ik denk dat die opties het anders maken. Ja, plus eigenlijk alle rest wat ik net heb gehad. Sick. Ja. Kirsten vraagt, kan een halstuk aan iedere deken bevestigd worden? Nee. We hebben dus de hero-dekens en de hero-dekens hebben geen halsloops, ze hebben ook geen line-loops, dus daar kun je geen hals aan bevestigen. Dan hebben we de bravo-dekens en de rhino-dekens. Daar kan altijd dus wel de hals aan bevestigd worden. Dan hebben we de rambo-dekens, maar de rambo-dekens hebben speciale rambo-halzen, zeg maar. Dus dat houdt in daar waar dat je eigenlijk bij de rhino en bij de amigo bravo-dekens dus die loops hebt. En hetzelfde als waar dat je je liner in vastmaakt, heb je het ook voor de hals. Maar bij de Rambo-dekens is het een sandwich, noemen we dat. En dat houdt eigenlijk in, op de deken aan de buitenkant heb je twee stukken klittenband zitten. Die natuurlijk, dus als je geen hals aan hebt, zitten op elkaar zitten. Ja. En wil je die halzen wel tussen doen, dan maak je ze eigenlijk open. En dan heeft die hals dus zeg maar ook een klittenbandstuk. En dan kun je er dan eigenlijk daarna tussen bevestigen. En daardoor heb je natuurlijk ook de meest zachte overloop. Maar goed, dan heb je dus ook de meest of luxueuze deken die we in het assortiment hebben. Dus niet alle onze halzen kunnen op al onze dekens. Nee. Nou, duidelijk. Dan denk ik dat dit de laatste vraag is, want de tijd is om. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En Ruben natuurlijk bedankt voor je tijd. Ja. De winnaar van de deken wordt morgen bekendgemaakt op onze social media kanalen. En dan nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dus bedankt en tot de volgende keer.